Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben hier op vakantie in Frankrijk. Ik ben een hele gave en vooral mooie diersoort tegengekomen, namelijk de pauw. En daar ga ik jullie nu alles over vertellen, dus ben je nou benieuwd wat die zo bijzonder maakt? Dan moet je blijven kijken. Pauwen komen in het wild voor in de tropische oerwouden van Azië. En we hebben eigenlijk 3 soorten pauwen op de wereld. We hebben de blauwe pauw, de groene pauw en de Congo-pauw. En de pauw die wij eigenlijk allemaal kennen en die je kan houden als huisdier, is de blauwe pauw. En over de blauwe pauw ga ik jullie nu ook van alles vertellen. En hier zien we de blauwe pauw. Jullie kennen hem misschien wel. Hij komt oorspronkelijk uit India, maar al heel lang geleden is hij de hele wereld overgegaan. Omdat mensen hem hebben meegenomen, omdat ze ontzettend mooi beest is. En hij is vooral zo mooi door die hele bijzondere staart. En die staart, die hebben alleen de mannetjes. Hier zien we de vrouwtjes. Kijk, hier loopt de vrouwtjesblauwe pauw. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel bijzonder. Het ziet er een beetje uit als een extra grote kip. Maar die mannetjes, die hebben zo'n hele grote sluierstaart. Die sluierstaart is helemaal niet handig, want als ze willen vliegen, ja, dan zit die staart enorm in de weg. Hij is hartstikke zwaar en die trekt hem eigenlijk alleen maar naar beneden. Dus voor vliegen is hij niet handig. Die vrouwtjes die kunnen best wel een beetje vliegen. Maar die mannetjes die kunnen eigenlijk een beetje een sprongetje maken, een klein beetje zo'n zoefvluchtje maken. Hij is ook ontzettend onhandig, omdat roofdieren die zien natuurlijk die staart. Hij kan helemaal niet snel wegkomen, dus die eten ze zo op. Dus eigenlijk is het heel raar hoe die in de afgelopen 100.000 jaren heeft kunnen overleven. Evolutie die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk alleen de dieren over zijn gebleven die het minst snel worden opgegeten en die het beste aangepast aan de natuur. En het is een raadsel hoe die staart nou zo, moet je kijken, zo heeft kunnen blijven. En hier zien we gelijk waar hij die staart voor heeft, voor het versieren van de vrouwtjes. Hij zet die staart die hij normaal achter zich hangt helemaal op. En dan zie je die supermooie veren. Die veren zijn heel lang. Je kunt echt kijken, ze zijn bijna langer dan ik, bijna 2 meter. En aan het eind van die veren zitten blauwe oogjes. En die blauwe oogjes, dat is waar hij zo trots op is. Daar komt ook het spreekwoord vandaan. Zo trots als een pauw. Eigenlijk zo trots als een mannetjespauw. Want trots, dat is hij zeker. Hier zien we hem, hij zet ze helemaal op en het wordt een soort gigantische waaier. En met die waaier gaat hij de vrouwtjes imponeren. Als het goed is, is het vrouwtje nu achter hem. Oh, de vrouwtje zit hier. Die zit hier in de buurt. En het mannetje, die gaat eigenlijk zijn kont, kijk maar, gaat draaien. Hij gaat zijn kont keren naar die vrouwtjes. Hij heeft ook eigenlijk, gek om te zeggen, maar best een mooie kont. Ik ga even iets achter staan. Kijk, bruine veren. Ja, ook nog wat zwart. En dan, ik weet niet of jullie het goed zien, maar een soort donsje daarbovenop. En die gaat hij vervolgens naar die vrouwtjes, gaat hij zo, gaat hij een beetje met zijn koortje, gaat zo, tjoep, 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 gaat hij een soort cha-cha-cha dans doen. En dat vinden die vrouwtjes interessant. Vinden die vrouwtjes dat nou zo interessant, dat ze eigenlijk misschien wel denken, nou daar wil ik misschien wel mee paren, misschien wel kinderen mee maken. Dan lopen ze om de mannetjespauw heen, gaan ze voor hem staan en dan gaat het mannetje met die gigantische waaier naar haar toe. Gaat hij al die dingen schudden en dan gaat hij een soort geluid maken. En die vrouwtjes, die vinden dat zo ontzettend mooi. Dat als het goed is en hij doet het goed en hij heeft een goed genoeg dans en mooi genoeg veren, dat het vrouwtje dan zegt, met jou wil ik wel kindertjes maken. Even kijken of we het hier nu gaan zien gebeuren. Hier is het vrouwtje. Hij draait zijn kont naartoe. Gaat een beetje schudden met die achterste veren. Kijk, het vrouwtje doet alsof ze het niet zo goed ziet. Kijk, hij gaat schudden. Kijk. Dit is die paringsdans. Kijk. Het vrouwtje vindt het mooi, loopt omheen. Hoor je dit? En het vrouwtje vindt het hartstikke interessant. Nu staan wij erbij, dus nu gaan ze denk ik niet paren. Dat vinden ze een beetje ongemakkelijk. Maar dit is dus waar die enorme verenbos wel weer handig voor is. Cool, hè? Als dat hele showtje van hem gelukt is, ze zijn gaan paren en het vrouwtje is vervolgens zwanger,
Dan gaan ze eitjes krijgen. Dan gaan ze samen voor een mooi nestje zorgen. Dat gaan ze in de bosjes doen. Dan gaan ze daar een klein kuiltje graven. Dan gaan ze vervolgens, het vrouwtje gaat daar de eitjes in leggen. En als de eitjes daar liggen, gaan ze dat bedekken met blaadjes en met mos. Het gebeurt ook wel eens dat die netjes in de boom worden gelegd. Maar het meeste zie je dat zo in de struiken. Nou, die eitjes gaan vervolgens uitkomen. En er komen hele schattige kleine pauwtjes uit. En als jullie goed hier achter me kijken, zien jullie zo'n klein pauwtje. Daar, bij de mama. Dat is namelijk omdat wanneer ze uit zijn gekomen, laat de vader het helemaal links liggen. De moeder die gaat ervoor zorgen, die gaat het kleintje alles leren. En die gaat ook eigenlijk ervoor zorgen dat die kleine genoeg te eten krijgt. De kleine gaat belen bij zijn moeder, die loopt er de hele dag achteraan. Alsof het een soort schaduw is. De man gaat weer even interessant doen. Dat kleintje gaat de hele dag achter zijn moeder aanlopen. En wanneer die honger heeft, gaat hij pikken op de moeder zijn snavel. Of die moeder eventjes wat zaadjes voor hem heeft. En hier hebben we het kleintje, hij is naar binnen gegaan. Daar is de moeder, hij wil graag weer naar zijn moeder. Kom maar. Kijk, vliegen. Oh, wat gaaf zeg. En dat vliegen, dat is best wel bijzonder. Wanneer die kleine pauwtjes net uit het ei komen, dan hebben ze geen dons zoals bijna alle vogels. Maar daar hebben ze gelijk al veertjes. En daar kunnen ze dus gelijk al dit soort dingen mee doen. Je kan eigenlijk niet zien of het een jongetje of een meisje is, want alle kleine pauwtjes lijken op elkaar. Ze zijn grijs, maar ze krijgen wel gelijk al dat kroontje. En dat kroontje staat bekend als het verenkroontje bij de pauwen. En zie je, bij het mannetje en bij het vrouwtje en gelijk bij het kleintje. Heel geinig is dat, gewoon letterlijk een soort verenkroontje op hun hoofd. Verder, ja, zijn ze gewoon grijs met veertjes dus. En pas vanaf een jaar of drie ga je zien of het een jongetje of een meisje is. Want na 3 jaar dan begint die hele bekende sluierstaart te komen als het een mannetje is. Na 3 jaar kan hij daar nog helemaal niks mee. Dan zit hij eigenlijk alleen maar in de weg. En vanaf 6 jaar is die staart helemaal vergroeid. En dan kan hij ermee gaan dansen. Dus vanaf 6 jaar, dan kan het paren beginnen. En heb je een volgroeide man. En een vrouwtje, dat is al veel eerder vergroeid. Pauwen die eten eigenlijk alles wat er op de grond ligt. Van zaadjes tot kleine plantjes. Maar ook insectjes, slakjes. Eigenlijk van alle kleine diertjes die er op de grond zijn. Ze gaan dan met hun klauwen gaan ze over de grond, grijpen ze er van alles uit en dan pikken ze het vervolgens op. En tijdens dat pikken, nou bijvoorbeeld hier, ligt hier een klein dingetje. Dan nemen ze ook wel eens van die kiezeltjes mee. En die kiezeltjes, wij zouden dat heel vies vinden, maar wij hebben een precies goede maag voor wat we eten. De kiezeltjes die gebruiken ze eigenlijk bij de spijsvertering. Die zijn handig voor het kleiner maken en het fijn maken. Om alle voedingsstoffen eruit te halen van wat ze gegeten hebben. Pauw die heeft een heel herkenbaar geluid. Dan gaat hij keihard schreeuwen en met name de mannetjes maken dit geluid. Dat kan je echt van honderden meters ver horen. En ja, dat is een soort van zoiets. En dat is veel harder dan de vrouwtjes. Ik heb net eventjes geteld, hij heeft precies, nee niet precies, en ik heb ook niet geteld. Die pauwen die hebben ongeveer 150 veren. Die houdt niet voor de rest van zijn leven. Eens per jaar gaat hij 2 weken in de rui en dat betekent dat hij die allemaal loslaat. Meestal in de zomer gebeurt dit. Al die pauwenveren los. En als je geluk hebt, vind je zo'n mooie pauwenveren. Ik vind het super gaaf om daarna te gaan zoeken. En vervolgens zo'n veer te houden. Want ik hoorde altijd dat het geluk bracht. Niet getreurd, want in de winter groeit hij weer allemaal terug. En heeft hij weer zo'n hele mooie dos. Om die vrouwtjes mee te gaan te versieren. Hier zie je heel goed wat het vrouwtje met het kleintje aan het doen. Dus die kleine is aan het veren. Nu zijn ze aan het zoeken naar wormpjes. Zie je ze? Met die bootjes zo. Kijk, en vervolgens gaan ze pikken naar wormpjes, miertjes, insectjes, eigenlijk alles wat daar ligt, zaadjes. Klauw gebruiken ze ervoor. En de mannetje gaat weer eens even stoer doen. Oké, jongens, ik ga eventjes de pauw lekker laten voor het is. Het mannetje lekker laten versieren, het kleintje lekker laten leren en de moeder lekker laten docenteren. Vonden jullie nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Later.